Zoals ik eind februari in mijn eerste kennismakingsvideo met de nieuwe Hyundai Kona al aangaf, het werd de auto die de transitie naar volledig elektrisch rijden belichaamde voor het merk. Werd die medio 2017 nog geïntroduceerd met een 1600 turbomotor en naar wens zelfs vierwielaandrijving, uiteindelijk werd het de auto die 400 kilometer rijbereik volledig elektrisch mogelijk maakte voor Jan Modaal. Het werd een betaalbare volledig elektrische auto en de Kona Electric werd dan ook een begrip. Vele auto's volgden in zijn voetsporen, maar nu heeft Hyundai een nieuwe stap gezet richting die volledig elektrische transitie. Maar voordat we daar zijn, gaan we eerst even deels elektrisch kennis maken met de nieuwe Hyundai Kona. Want naast het feit dat hij wederom op de markt komt als een volledig elektrische variant met meer dan 500 kilometer rijbereik, komt hij ook op de markt met een mild hybride aandrijflijn, alsmede een volledig hybride aandrijflijn. En die versie, daar maak ik vandaag voor de allereerste keer kennis mee. Tenminste, de afgelopen twee dagen. De afgelopen twee dagen heb ik voor het eerst behoorlijk wat kilometers gereden met de nieuwe Hyundai Kona. En in deze video vertel ik jullie alles over mijn eerste ervaringen. Maar één ding kan ik jullie alvast verklappen. Die nieuwe Hyundai Kona, dat is misschien wel de beste auto in zijn klasse geworden. Laten we eerst even het geheugen opfrissen voor wat betreft het design van de nieuwe Kona. Want in tegenstelling tot zijn voorganger stond bij deze generatie Kona de volledig elektrische Kona Electric model voor de complete line-up van de Kona. En dat betekent dat zowel de Electric, de hybride als mede de mild hybride versie wat meer uniform design laten zien. En dat betekent onder andere een afgeslankte voorkant. Die voorkant is wat dichter geworden voor wat betreft het design. En dat komt wat meer overeen met elkaar in tegenstelling tot zijn voorganger, waar de hybride en de benzineversie een compleet andere neus hadden ten opzichte van de dichte versie van de elektrische variant. Desalniettemin zien we nog steeds een verschil met de elektrische versie. Want bij de elektrische versie loopt dit bovenste gedeelte wat verder door naar beneden. Hier zien we actieve lamellen die kunnen worden opengezet om bijvoorbeeld de brandstofmotor van koeling te voorzien. Of juist ervoor te zorgen dat de brandstofmotor wat sneller wordt opgewarmd. Want een motor die op bedrijfstemperatuur is, springt zuiniger om met benzine. Net als bij de elektrische versie zien we dubbele LED-projector koplampen met een automatisch groot lichtfunctie, LED-richtingaanwijzers met drie horizontale streepjes en die mooie LED-horizon lamps die de linker en rechter voorkant van de auto optisch met elkaar verbinden. Geeft wat meer smoel aan de auto, maar het zorgt vooral ook voor een wat breder voorkomen. Ja, en wat ik ook al gedurende de eerste kennismaking met de nieuwe Kona zei, aan de zijkant is het overduidelijk familie van de Tucson. Het is een soort mini Tucson geworden. Met name door het extra dik aanzetten van de wielkastomlijsting met die kunststof elementen is het echt een mini Tucson. En laten we heel eerlijk zijn, dat is alleen maar een compliment. Want de Tucson is nog steeds een erg knappe auto. Ook aan de achterkant zien we de seamless horizon lamps, dagrijverlichting die de achterlichten optisch met elkaar verbindt. Ook hier oogt de Kona eigentijds en overduidelijk als een familielid van de Tucson. Het is mooi om te zien hoe het merk op dit vlak een soort van uniformiteit creëert, maar wel met behoud van een eigen identiteit. Wel even opletten, want pas vanaf de Comfort Smart uitvoering is de chique LED dagrijverlichting voor en achter standaard. De voordeligere versies hebben reflectoren tussen de verder wel standaard aanwezige volledige LED verlichting rondom. En zoals jullie je wellicht nog wel kunnen herinneren, was het toverwoord bij het ontwikkelen van de nieuwe Hyundai Kona het upscalen van de auto, het upscalen van het merk ook wellicht. En dat merk je ook wel zodra je hebt plaatsgenomen op de tweede zitrij. Want wederom ben ik onder de indruk van de ruimte die de nieuwe Hyundai Kona je kan bieden. Zeker ook ten opzichte van het uitgaande exemplaar. Moet je eens even kijken. Ik heb nu plaatsgenomen achter mijzelf. Ik meet 1,84 meter, heb vrij grote voeten. Dus zit het ten opzichte van iemand anders van mijn lengte net even iets verder naar achter. Maar
Ik heb gewoon C-segment ruimte hier achterin. Ik kan mijn voeten goed kwijt onder de stoelen voor mij. De achterbank zit comfortabel, zit in een goede hoek ook voor wat betreft de ondersteuning. En dit is echt een plek. Ik denk dat je bijna niet meer de stap naar een Tucson hoeft te maken om die ruimte te krijgen. Want ik denk dat die Kona er niet voor onder doet voor wat betreft echt de knieruimte. Bijvoorbeeld de ruimte voor je voeten, maar ook zeker de hoofdruimte. Want ondanks dat dit een exemplaar is dat is voorzien van een schuifkantendak, heb ik meer dan voldoende ruimte voor mijn hoofd. Ik heb ook lekker veel leefruimte. Ik heb in deze Premium Sky uitvoering heb ik een neerklapbare middenarmsteun met twee bekerhouders. En ik zie ook heel veel luxe uit een veel hogere klasse. Wat denk je bijvoorbeeld van achterbankverwarming in 3 standen zelfs? Ik zie 2 USB-C aansluitpunten voor het opladen van smartphones of tablets. Ik zie daaromheen een vakje gesitueerd waarin je spulletjes kan opbergen. Denk bijvoorbeeld ook van smartphones van kinderen bijvoorbeeld. En ik zie zelfs 2 ventilatieroosters die ik dus eentje naar links of eentje naar rechts kan richten. Ik heb 2 mooie netjes achter in de rugleuningen voor het opbergen van spullen. Denk hierbij aan tablets. Ik heb mooie LED interieurverlichting voor het bijlichten van de hele situatie. Het enige wat wel een verschil is ten opzichte van de electric versie is dat we hier een kleine kardantunnel aantreffen. Waarom weet ik niet. Het zou misschien te maken kunnen hebben met wat kabels die zijn getrokken van uit het accupakket naar de elektromotor voorin die de benzinemotor assisteert. Maar over het algemeen, ik denk wel dat een passagier op de middelste zitplaats zijn voeten er vrij makkelijk omheen kan situeren. Nee, die tweede zitrij van de nieuwe Hyundai Kona, dat is een ontzettend sterk punt geworden. Maar wat ik vooral ook fijn vind om te ervaren is de lichte kleurstelling van dit interieur. Want dankzij die lichte dakhemelbekleding in combinatie met de lichte stoelen, de lichte leren bekleding, de lichte deurpanelen, doet het hier lekker, ja, haast zomers aan. Het doet hier niet bedrukt en bedompt aan, het is niet benauwend hier aan boord. Wat overigens belangrijk is om te vermelden, die ruimte hier op de tweede zitrij is uiteraard natuurlijk het resultaat van het feit dat de wielbasis met 6 centimeter is toegenomen ten opzichte van zijn voorganger, maar ook vanwege het feit dat de rugleuningen dunner zijn gemaakt. Net als bij de Hyundai Ioniq 6 heeft Hyundai ook hier het kunstje toegepast van de rugleuningen dunner te maken, zodat je meer ruimte krijgt voor je knieën. Kijken we naar de kofferruimte van de nieuwe Kona, dan zien we standaard een riante 407 liter inhoud en zelfs 466 liter als we doorladen tot aan het dak. Dat is een stuk meer dan zijn voorganger. Ook zien we een dubbele bodem waardoor je de vloer ook een trede lager kan zetten. Nieuw is de komst van een standaard in een verhouding van 40-20-40 nikkelbare achterbankleuning die eenmaal neergeklapt een keurig vlakke laadvloer laat zien met een maximale inhoud van 1300 liter. Stappen we aan boord van de nieuwe Kona, dan blijft het uiteraard een auto die om te beginnen wat hoger op zijn poten staat. Het is een B-crossover SUV en dat betekent een wat hogere zit en hogere comfortabele instap. Je schuift ook gemakkelijk aan boord dankzij de A-stijl die vrij ver naar voren is geplaatst en relatief gezien rechtop staat. En dat betekent dat je bijvoorbeeld ook je hoofd niet hoeft te bukken voor de A-stijl en dat is wel zo comfortabel. Neem je plaats in het interieur, dan merk je ook hier dat het woordje upscaling echt wel tevoorschijn komt. Want ook hier ervaar je een compleet andere auto dan zijn voorganger. Het is meer een Ioniq 5 of Ioniq 6 qua karakter. Het interieur doet fris aan, het interieur doet eigentijds aan en helemaal up-to-date. Dankzij bijvoorbeeld 2 12,3 inch grote digitale displays. Eentje recht voor je neus en eentje hier in het midden die fungeert als een multimedia navigatiesysteem. Maar wat je ook direct merkt is dat ook hier de Kona Electric model heeft gestaan voor wat betreft de indeling van het interieur. Want zoals ik al zei krijg je hier een Ioniq-achtige ervaring en dat is toch echt een volledig elektrische auto. Maar ten opzichte van zijn voorganger, waar bijvoorbeeld de Kona Electric een volledig anders interieur had dan de Kona Hybride, zeker voor wat betreft de indeling van het centrale paneel en de middentunnel, is dit nu gelijk getrokken. En dat betekent dat we om te beginnen een heel riant geheel hebben gekregen. De bedieningselementen voor bijvoorbeeld de climate control, het multimedia navigatiesysteem, maar ook voor het instellen van bijvoorbeeld de rijmodus, zijn mooi geclusterd in dit gedeelte. Met daartussen een draadloze telefoonoplader en diverse USB-C aansluitingen voor het aansluiten van bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Maar wat we daaronder aantreffen is een enorm opbergvak. Hier kan je echt ontzettend veel in opbergen. Maar je kan op afroep ook 2 bekerhouders tevoorschijn toveren.
Daarachter tref je nog een opbergvak aan en ook onder deze middenarmsteun kan je heel veel spulletjes kwijt. Waar het interieur zich verder mee onderscheidt is de enorme kwaliteitsslag die het merk heeft gemaakt met het interieur van de nieuwe Kona. Van de gebruikte materialen tot de bouwkwaliteit, alles steekt zeer degelijk in elkaar. Zo zien we keurig afgewerkte deurpanelen, een mooi afgewerkt dashboard en ook de kunststoffen die zijn gebruikt voor de middentunnel doen hoogwaardig aan. En nee, er is niet overdadig gebruik gemaakt van soft touch materialen, maar dat je ook een hoogwaardig geheel kan creëren met gewoon keurige kunststoffen, bewijst het interieur van deze Kona. En dat moet ook wel, want de Kona krijgt steeds sterkere competitie. Want denk bijvoorbeeld ook aan een Volvo EX30 die nabij is, die in dezelfde prijsklasse als deze Kona Electric gaat opereren. Helemaal ook omdat de nieuwe Kona Hybrid leverbaar is met tal van luxe noviteiten en een zeer rijke uitrusting. Oké, ik rijd nu in de Premium Sky uitvoering, dat is de duurste uitvoering vooralsnog met net geen 42.000 euro. Maar je treft hier noviteiten aan die je normaal gezien enkel in de hogere klasse aantreft. Wat denken we bijvoorbeeld van stoelverwarming, stoelkoeling, stuurverwarming, een 360 graden camera rondom, dit mooie grote schuifkantendak, een premium audiosysteem van Bose en uiteraard ook zaken als climate control. Maar Highway Driver Assist met level 2 autonome technologie zit ook op de Kona Hybrid en dat maakt het dus mogelijk dat de auto zelfstandig rijdt op bijvoorbeeld de snelweg of in een 80 zone. En goed om te weten, die climate control is niet langer een single zone. Nee, voortaan tref je dual zone climate control aan in de Kona. Ook is het voortaan mogelijk om de elektrische stoelverstelling, de zitpositie op te slaan in een geheugen, was bij de vorige variant niet mogelijk. Maar het is ook goed om te weten dat het interieur niet alleen een kwaliteitsslag heeft gemaakt voor wat betreft de gebruikte materialen en het design, maar ook zeker voor wat betreft het kwaliteitsgevoel, de beleving en de geluidsisolatie. Want met name dat laatste is nu een heel sterk punt van de Kona geworden. Kijken we naar alle bedieningselementen hier aan boord, dan is het goed om te zien dat Hyundai echt heeft ingezet op een mooie mix tussen hardwarematige knoppen en een meer digitale ervaring in het multimedia navigatiesysteem. Kijken we naar de hardware knoppen bijvoorbeeld, dan is het goed om te weten dat je de climate control instellingen, de snelkoppelingen om bijvoorbeeld naar het homescreen te gaan van het multimedia navigatiesysteem, alsmede de radio of een andere audiobron, dat gebeurt dus allemaal met normale knoppen. Dit geldt ook voor het inschakelen van de stoelventilatie, de stoelverwarming, de stuurwielverwarming of het kiezen van bijvoorbeeld een rijmodus. Ook de achteruitrijcamera heb je met één druk op de knop ingeschakeld, alsmede de parkeersensoren. Links achter het stuurwiel vind je nog diverse bedieningselementen voor bijvoorbeeld het in- of uitschakelen van de elektronische parkeerrem, maar ook het uitschakelen van bijvoorbeeld het stabiliteitssysteem of de tractiecontrole. Daarnaast tref je nog een knopje aan voor het resetten van de 12 volt batterij, want stel de auto staat erg lang stil, dan kan de 12 volt batterij leeg raken, maar er is dan altijd nog een grotere accu aanwezig van het hybride systeem die met één druk op de knop de 12 volt batterij weer bij kan laden. Wel zo fijn! En aangezien het merk met de nieuwe Kona inzet op een zo veilig mogelijke auto, voldoet de auto aan alle eisen die de Europese Unie vandaag de dag stelt. En dat betekent dus ook dat we bijvoorbeeld zaken als een camera aantreffen die jou als bestuurder je ogen continu in de gaten houden. Ook zien we uitgebreide rijstrookdetectie, als mede een snelheidswaarschuwing, maar die laatste twee... Die kunnen wel behoorlijk vervelend zijn, want het betekent vooral dat op het moment dat jij de auto hebt gestart en je rijdt een 30 zone in, dan is het meteen pling 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 als je 1 of 32 km per uur rijdt. Kijk jij iets te lang naar links in bijvoorbeeld een gesprek met je bijrijder, dan gaat het camerasysteem al snel piepen van er is aandachtsverlies gedetecteerd. Gelukkig heeft er echter aan gewerkt om deze systemen zo snel mogelijk te kunnen uitschakelen. En dat kan je bijvoorbeeld doen door de favoriete knop hier op de middentunnel, boven het klimaatcontrolesysteem of de favoriete knop hier op het stuurwiel zo te programmeren dat je direct in de rijondersteuningssystemen gedeelte komt van het multimedia navigatiesysteem. En dan is het dus één druk op die knop. Eén druk in het systeem en al die systemen zijn uitgeschakeld. Ook het multimedia navigatiesysteem is geüpgrade, want we zien voortaan nieuwe software en een nieuwe indeling van de menus. En daarmee is dit zomaar even het snelst werkende multimedia navigatiesysteem geworden in het hele Hyundai concern, lijkt het wel.
Want dit systeem werkt sneller dan het systeem in bijvoorbeeld de IONIQ 5 of de IONIQ 6. Ik ben benieuwd of die auto's ook dit nieuwe softwaregedeelte krijgen met de tijd, maar ik ben er vooralsnog erg van onder de indruk. Ook zijn er heel veel instellingen mogelijk. Je kan alles fine-tunen, van het gedrag van de lichten tot het gedrag van de stoelen bijvoorbeeld, of de waarschuwingen die je wil krijgen. Stel, er zit een kind op de achterbank en je wil een melding krijgen op het moment dat je uitstapt dat je die niet vergeet. Jawel, dat is tegenwoordig dus nodig. Dan kan je dit allemaal configureren in het multimedia navigatiesysteem. Ook het gedrag van de elektrisch te openen en sluiten achterklep bijvoorbeeld. Het zitcomfort van de Kona is zoals we van de Hyundai gewend zijn op niveau. De stoelen zijn goed gevormd en ondanks dat de rugleuning dunner is geworden, merk je hier helemaal niets van. In deze Premium Sky uitvoering zijn ze elektrisch verstelbaar, maar het is wel goed om te onthouden dat een lendensteunverstelling pas vanaf de Comfort Smart uitvoering aanwezig is. De bijrijdersstoel is vanaf de Comfort uitvoering in hoogte verstelbaar. De zitpositie verder is mede dankzij een prima verstelbaarheid van het telescopisch verstelbare stuurwiel dik op orde, als mede de ondersteuning van de armen dankzij de middenarmsteun. Op aandrijftechnisch vlak bleef de hybride aandrijflijn ongewijzigd. Deze bestaat nog steeds uit een 1.6 vierzylinder benzinemotor die via een zestrapsautomaat met een dubbele koppeling samenwerkt met een 60 pk sterke elektromotor. Voldoende om de 1500 kilo zware Kona in 10,9 seconden naar de 100 km per uur te accelereren en een topsnelheid van 165. Hoe dat rijdt? Uiterst prettig. We hebben meer dan voldoende koppel, we hebben meer dan voldoende vermogen en je komt dan ook geen momentvermogen tekort in deze klasse. 140 pk is meer dan voldoende om die Kona Hybrid aan aansprekende prestaties te helpen. Ja, en wat daarnaast gewoon echt een ontzettend sterk punt is van de Kona Hybrid is dat hij 1300 kilo mag trekken. Hij heeft ook een kogeldruk van 80 kilo en dat is ook gewoon meer dan voldoende voor bijvoorbeeld twee forse e-bikes. Maar je zal er wel even rekening mee moeten houden dat als je de 1300 kilo achterhangt, de hybrid versie heeft een kleinere benzinetank dan bijvoorbeeld de mild hybrid variant. Want 38 liter... is niet al te overbemeten. Want ondanks dat je met een praktijkverbruik van om en nabij de 1 op 19 aan 1 op 20 nog steeds een autonomie hebt van ongeveer 700 kilometer op een volle benzinetank, zal het verbruik in combinatie met een caravan echt wel omhoog gaan en eerder richting de 1 op 10 gaan. En dan is het zomaar even een range van 380 kilometer die je overhoudt op een volle benzinetank. Dat worden dus wel wat tankstops onderweg naar Zuid-Frankrijk. Maar dan mag de nieuwe Kona vooral zijn geupscaled voor wat betreft het ex- en interieurdesign, de afwerking, de bouwkwaliteit hier aan boord, alsmede de geluidsisolatie die is toegepast. Dat is echt allemaal een paar treden hoger ten opzichte van het uitgaande exemplaar. Het zijn toch vooral de rij-eigenschappen waarmee je imponeert. Sterker nog, dit is toch wel echt de reden waarom ik denk dat dit de beste auto in zijn klasse is geworden. De nieuwe Kona heeft een erg goed onderstel meegekregen. Hij is natuurlijk gebouwd op het nieuwe K3 platform. Daar is ook de huidige Kia Niro op gesitueerd. Maar dat platform is toch wel echt een stuk moderner dan het platform waarop de oude Kona was gesitueerd. En dit platform zorgt er onder andere voor dat de nieuwe Kona een stuk stijver is geworden, waardoor de auto over het overal gezien een stuk verfijnder is geworden. Beginnen we bijvoorbeeld met de rijkwaliteiten op de langere trajecten, dan is het een auto die zich onderscheidt met hele comfortabele rij-eigenschappen. Een uitstekende rechtuitstabiliteit ook, want dat is iets dat echt wel opvalt. Ik heb de afgelopen testdagen te maken gehad met een behoorlijk sterke zuidwestenwind, maar ik heb er eigenlijk vrij weinig van gemerkt. Het is niet dat je van de weg wordt geblazen, hij ligt als een huis die nieuwe Kona. Maar waar die ook mee imponeert is heel veel rust in het onderstel. Want ondanks dat deze auto op 18 inch lichtmetalen wielen staat, is die verre van stug. Kom je toch een oneffenheid tegen, dan voel je deze uiteraard wel. Zeker ook in combinatie met die 18 inch lichtmetalen wielen onder deze testauto. Maar het wordt nooit vervelend. Het onderstel verwerkt het gewoon heel erg kundig. Je krijgt geen rare klap te verwerken uit het onderstel. En hij blijft gewoon ontzettend rustig. Er gaat ook geen siddering door heel die auto heen. Het is echt het wiel dat die oneffenheid op dat moment verwerkt. En zoals je kan zien,
dat vind ik misschien nog wel het fijnste, de auto veert. En heel veel auto's in deze klasse doen dat niet. Rij ik net als nu op slecht wegdek met een wat lagere snelheid, 30 km per uur, dan merk je ook direct dat er heel veel subtiliteit in het onderstel zit. Ook dus op lagere snelheid. En dat is soms voor hoger op de poten staande auto's best lastig te verwerken. Dan kunnen sommige auto's in deze klasse best wel stug aanvoelen, maar de Kona dus niet. Zelfs dus niet met die 18-inch lichtmetalen wielen. Rij je wat harder, ga je wat harder een drempel op en af, ook dan behoudt de Kona zijn rust. Deze ook. Dit is een pittige, maar zoals je kan zien, hij vliegt er overheen zonder drama. Er blijft rust aan boord van de auto en er blijft rust in het onderstel. En dat is iets dat je wil. Maar denk maar niet dat de nieuwe Kona vies is van een stukje sturen. Hij heeft een ontzettend goede wegligging. Zo helt hij niet veel over, duikt hij ook niet al te hard bijvoorbeeld en heeft hij een hele voorspelbare wegligging. Onderstuur treedt pas op een laat moment op en van overstuur is eigenlijk nauwelijks sprake. Het enige dat wel opvalt, de stuurinstallatie biedt weliswaar meer dan voldoende communicatie om aan te voelen wat er met de voorwielen gebeurt. Het is wel zo dat hij een vrij centrerend karakter kent. Als jij een bord instuurt, merk je dat het stuurwiel direct weer naar de middenstand wil en dat is wel even iets waaraan je misschien moet wennen. Ja, als je het mij vraagt, is de nieuwe Hyundai Kona echt een ontzettend sterke speler in zijn segment geworden en misschien voorlopig wel de beste zelfs in zijn klasse. En dat moet ook wel, want er is behoorlijk veel concurrentie op de markt en er komt ook behoorlijk veel concurrentie aan. Zoals ik al zei, die nieuwe Volvo EX30 bijvoorbeeld zit recht in het segment van de nieuwe Hyundai Kona. Maar waar de Kona echt hoge ogen mee lijkt te gooien, is toch wel het hele comfortabele interieur. De ruimte in het interieur die je aantreft, de noviteiten die zijn toegepast, maar ook zeker de rij-eigenschappen. Het is een hele verfijnde auto op dat vlak. Daarnaast is het een hele slimme zet van Hyundai om ook de nieuwe Kona te leveren met een hybride aandrijflijn. Want je hebt dan te maken met een auto die deels elektrisch kan rijden, die erg zuinig omspringt met benzine, maar desalniettemin nog steeds in staat is om bijvoorbeeld 1300 kilo voor te trekken op het moment dat jij op vakantie gaat met bijvoorbeeld de caravan of vouwwagen. Die vrijheid behoud je dus ook met een nieuwe Kona. Vond jij deze eerste review van de nieuwe Hyundai Kona leuk en interessant? Dan zeg je, ik wil meer van Insta Autovlog zien. Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!